Oh, key dokie. Daily challenge tijd. Laten we eens zien waar we zijn. Dit doet heel Baltische statenachtig aan. Dus Estland, Letland, Litouwen. Noem maar op. Is het een vrachtwagen? Nee, het is gewoon een huis. Uh, het is geen van beide. Het is Finland. Geen van drieën. Hij is... staat letterlijk die touwen, drie landen beiden. De blur bevestigt het nu. Ja, dit is Finland, maar hoe ver? Dit, dit zou wel eens in het midden van het land of zo, kunnen, ja, of niet? Dat is een beetje het probleem met zo'n locatie. Weet je. Finland is volgens mij echt schitterend. Nou, Inderdaad, niet volgens mij. We hebben echt wel eens echt schitterende locaties gehad in Finland. Maar ik heb ook het idee dat. dat... Dit niet heel veel aanwijzing geeft, want dit zou gewoon overal kunnen zijn. Misschien, ik weet het niet. Ik denk niet dat het hoge, hoge noorden is, maar. Waarom. Ah, ik zie dat er nog was. Dat... dat is toch nooit geweest? Dat hij opent op de. met een vers in het midden. misschien wel, ik dacht altijd dat. dat ding in het midden zat. het is Europa. Maar misschien heb ik het ook gewoon helemaal mis. Niet dat de een of de andere superieur is, maar volgens mij gebaseerd op locatiegegevens. Uh, en ik heb geen uh, dingen aan staan, VPN dus. Nou, ik denk dat ik aan deze kant ook niks gevonden zou hebben, dus... Eh, acceptabel. Had beter gekund, had veel slechter gekund ook nog. Dit. Er zijn een aantal dingen die in mijn hoofd schieten. Indonesië. Oké, okay, dit is het niet. Dit is Maleisië of. Ja, ah, wacht, nee. Ik zat met Thailand ook in mijn hoofd. Thailand is het niet. Dit is Indonesië of Maleisië. Zo moet ik het zeggen. Tada! Dit is een. Volgens mij een rookreclame. Een sigarettenreclame. Dus dan is het zeer waarschijnlijk Indonesië. Dus dan wordt het gokken waarschijnlijk. Tenzij iets een vrij specifieke locatie gaat hebben. Misschien dat hier een vrij specifieke locatie op zat. Ik denk het wel. Ik ben benieuwd wat dit een specifieke locatie is, maar... Nee, kantoor staat waarschijnlijk voor kantoor, gok ik. Voor het geval dat we nog twijfelden dat het uh, Indonesië was eh uh, uh, uh. voor het geval dat we nog twijfelen dat in de Timor zou dit of is dit uh... Ik neem hier echt een enorme gok mee. Laten we daar echt heel duidelijk over zijn. Ik neem hier echt een enorme gok mee. Maar waarom zou daar Timor staan als dit niet? Zelfs al is het een, een, een specifiek lokale partij van van Timor. Waarom? Dit is echt, echt, echt een enorme gok. Hier staat het ook nog. Oei, oei, oei. Ik hoop dat ik gewoon goed zit. Maar goed, misschien. Nope. <laughs> uh. Helaas. Maar goed. Uh... <laughs> Oké. Okay, ehm... Um... Oh... No... Wat is dit? Ik ben... Echt heel erg geneigd om hem gewoon ergens erin te gooien en te zeggen: van weet je wat, zoek het maar uit met je teringlocatie. Sorry dat ik het zo zeg, maar dit mag nooit een locatie zijn wat mij betreft. Dit mag echt nooit een locatie zijn. Nee, dit, dit... Weet je wat? Ik doe het gewoon. Klaar. Het maakt me geen reet uit. Dat mag nooit van zijn leven een locatie zijn. Ik... Geel, dus dat zou het kunnen wijzen op... Misschien Colombia. Geel, geel. Oh ja, nee, sorry, maar. De, de, daar ben ik gewoon heel simpel in. Je gaat mij niet ergens midden in een Russisch woud weggooien. Op een zandweg. Zonder bebouwing, zonder andere auto's erbij in de buurt. En zeggen van: Hey, weet je wat? Succes! Nee. Nee. Dat. dat, dat nee. Nee, dat, dat. Dat is echt waar ik de grens trek. Dat is echt letterlijk waar ik de grens trek. Een weg midden in Rusland waarvan je zegt: van. Oh ja, waar is dit? Sure. Weet je, dat, dat is echt zoiets waarvan. Daar ben ik het ook niet mee eens. Maar als je Cyrillisch kunt lezen en je komt een bord tegen, dan kun je waarschijnlijk nog wel plaatsnamen lezen. Daar valt er nog wel iets voor te zeggen. Maar je gaat. Nee. Gewoon nee. Uh. En ik weet het. Waarschijnlijk kun je vliegen naar, naar, naar de rand van het woud en dan misschien een, een plaats tegenkomen of whatever. Oh, nee. En, en... <laughs> uh... <laughs> oh, echt... Um, laten we focussen. Ja, nogmaals, ik heb nog niet echt aanwijzing hier aangetroffen van wat dit precies is. Of tenminste waar dit precies is, zo moet ik het zeggen. We uh, hebben wellicht wat. Ah, kijk daar. De kanten, San Florentia. Echt op de laatste seconde. Hong <laughs> uh. oh, Kong of is dit in Chinatown ergens? Um, alles wat ik voorlopig zie, het er zit het? Denk ik. Ik zie Engels en wat ik aanneem, Chinees door elkaar. Dus dan zou dat toch Hongkong moeten zijn, zou je denken, toch? Dat, dat, dat is een, dat lijkt mij een vrij logische redenering. 64. Dat is interessant, want die heb ik niet gezien, die nummers. Wat heeft Mac K.O. voor wegnummers. Gaat dit... Taiwan zijn? Dit gaat Taiwan zijn. Het is die virus die me in één keer zoiets heeft van... Maar, da <coughs> maar dat is niet het logo wat ze gebruiken in Hongkong. Waarschijnlijk ben ik ook al wel een Taarinese paal voorbij gekomen, maar ja, dan is dit, 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 dit... En dan moet dit waarschijnlijk ook zeer waarschijnlijk uh... P zijn, aangezien dat we hier die 64 hebben lopen. Hier. Dus ja. Kijk, zo zie je maar je kunt er niet overal zeker van zijn, zeg maar. Wat ik zeg, als ik dit soort dingen had gezien en die 64 niet, ik had hem echt 100% in Hongkong gezet. En dan compleet verbaasd geweest van... Hé, hey, wat? Hoezo is dat niet? Even kijken. Uh, dat is naar het westen toe. Dus grote kans dat we hier ergens zitten. Oh, oh dat westen. Uh, dit is oosten. Ja, yeah, dat is logisch. Maar goed, nogmaals. Ik ben al blij dat we het, het zilver gehaald hebben. Ook al is het met, met de hakken over de sloot. Maar echt, nee. Ik... ik... Deze... Nee, nee, dat is gewoon. Nee. Nou, laten we hopen dat we die morgen niet nog. Nou als we morgen nog een keer krijgen, dan weet ik in ieder geval wat die ligt. Maar. Iets soortgelijks dat nee. Gewoon echt klaar ermee. Opzouten. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een uur de challenge. En dan zeg ik tot morgen.